Kassa, kassa. Collega's, dat valt waarschijnlijk perfect de eerste gedachte samen die door het hoofd schoot van een 20-tal tv-vedetten toen ze hun handtekening plaatsten onder een exclusiviteitscontract bij de VRT. Want zoals we allemaal hebben kunnen lezen, collega's, kijken ze aan de rijer slaan, niet op een eurotje meer of minder als het gaat over het binnenhalen van BV's. Is dan ook gemakkelijk om de grote Jan te hangen als je het niet zelf moet betalen natuurlijk. Hè. Daar is geen verdienste aan. Want wat lezen wij in het VRT-jaarverslag, collega's? De openbare omroep heeft met 19 schermgezichten exclusiviteitscontracten afgesloten, waarvan er 6 meer dan 25.000 euro per maand verdienen. Meer dan 25.000 euro per maand. 300.000 euro per jaar. Hoeveel meer? Dat komen we niet te weten. Dat behoort tot de duistere geheimen van de inner circle van het VRT-management. Zelfs als Vlaams parlementsleden, zelfs als leden van de Raad van Bestuur, krijgen wij die informatie niet te pakken en blijft dat netjes verpakt onder de colloque singulier van de Rijerslaan. Nu, meneer de minister, u zal straks ongetwijfeld zeggen dat de VRT autonoom over zijn eigen centen beschikt. En dat klopt natuurlijk ook. Maar tot nader order zijn daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo stelt de beheersovereenkomst dat de VRT zich bij het afsluiten van contracten, en ik citeer, terughoudend en marktconform opstelt en daarbij bovendien de hoogste standaarden hanteert op het vlak van kostenbewustzijn en kostenefficiëntie. 300.000 euro per jaar, hoogste standaarden in zaken kostenbewustzijn. Ik weet het niet. Maar bon, mijn vraag, meneer de minister, bent u als voogdijminister van oordeel dat de voorwaarden in zaken kostenbewustzijn, in zaken marktconformiteit, in zaken kostenefficiëntie correct worden nageleefd? En zo nee, welke stappen zal u dan ondernemen om aan de VRT-directie duidelijk te maken dat met geld smijten, wat zeg ik, met miljoenen smijten, naar tv-vedetten niet tot hun takenpakket behoort? Ja, dank u, mevrouw de voorzitter, meneer de minister. Ik begrijp dat u impliciet verwijst naar het mediadecreet, impliciet, dat toch stelt dat inderdaad de gedelegeerde bestuurder en het management verantwoordelijk zijn voor het interne beleid, voor het personeelsbeleid. Maar zoals ik al zei, net zoals het mediadecreet bindend is, is ook de beheersovereenkomst bindend. En die zegt klaar en duidelijk dat de VRT, en daar hebt u geen antwoord op gegeven, de hoogste standaarden hanteert op het vlak van kostenbewustzijn. Nu, als 85% van de grootverdieners bij de VRT zit met, ik herhaal het, weddens van boven de 25.000 euro, volgens sommige bronnen zelfs boven de 40.000 euro, dan bewijst toch dat men de term kostenbewustzijn wel op een zeer eigenzinnige manier interpreteert. Hè? Maar het is duidelijk dat u daar een andere mening op nahoudt. Ik neem daar akte van, maar ik heb nog een andere vraag die wellicht toch ook zal leven aan de rijer slaan bij een aantal VRT-medewerkers die straks zullen moeten vertrekken in het kader van het transformatieplan. Hoe leg je in godsnaam uit aan de 116 personeelsleden van de VRT die straks op straat worden gezet, dat er voor hun geen centen meer zijn, terwijl er voor, langs de andere kant voor BV's met geld met miljoenen wordt gesmeten? Hoe leg je dat in godsnaam uit? Ik zou daar graag een antwoord op krijgen. Graag. Ja, dank u, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, een verdienstelijk afleidingsmanoeuvre, moet ik zeggen. Maar bon, abstractiemakend daarvan, ik begrijp uit uw eerste deel van uw antwoord en uiteindelijk ook uit dat van de CD&V en ook van de N-VA, dat het voor jullie allemaal eigenlijk prima is. Er is geen vuiltje aan de lucht. Een openbare omroep die maandloden rondstrooit, die hoger liggen dan dat van de premier, die zelfs hoger liggen dan dat van de president van de Verenigde Staten. Geen probleem, doe maar op. Laat de boeren modessen. Nu, u hebt uiteraard recht op uw mening, meneer de minister, maar iets in mij zegt dat er een Middelvlaming die vandaag zijn rekeningen, zijn facturen niet betaald krijgt, de begrippen, de termen, kostenbewustzijn, toch net iets anders interpreteert dan het uitdelen van prijs van meer dan 25.000, zelfs tot 40.000 euro. Meneer de minister, uw partijvoorzitter heeft het vaak over de afstand tussen de dorpstraat en de wetstraat. Wel, dit is daar nu eens een absoluut schoolvoorbeeld van hoe mijlenver jullie afstaan van de man in de straat. Maar geen paniek, diezelfde man en vrouw in de straat zal u in 2024 met uw beide voeten op de grond zetten. Dat garandeer ik u.